Ja, goedenavond dames en heren en welkom op het wekelijkse webinar van het Belgische cryptoplatform Bit4U. Vanavond bekijk ik met Gwen Bussuniers de cryptoactualiteit zoals elke week. Gwen is oprichter van Cryptoschool. Dag Gwen. Dag Francis, dag iedereen. Je stond deze week in de pers met een artikel. In welk blad was dat precies en waar ging het eigenlijk over, Gwen? Ja, het was de weekendeditie van de Standaard. En daar doen ze geregeld zo'n opiniestuk pro-contra. En deze keer ging het over Bitcoin en mocht ik het opnemen tegen Pascal Papen in de pro-contra. Uiteraard was ik sterke pro en Pascal Papen zeer sterk negatief. Maar ik vond zijn argumenten toch niet zo gefundeerd. We zijn akkoord dat we niet akkoord zijn. Waarom was hij zo negatief? Of is hij zo negatief? Ja, het zijn de klassieke tegenargumenten, hè, van het is een bubbel, het is op niks gefundeerd, dat gaat naar nul gaan. Dezelfde argumenten die je van de non-believers altijd terug hoort. Nu, het zijn bubbels, maar het zijn cyclische bubbels. Ik zou zeggen, dat biedt opportuniteiten. Dus als je dat kunt en dat valt te leren, vrij eenvoudig, dan kan je daar wel van profiteren, zal ik het zo zeggen. En krijg je dan reacties op die artikels of valt dat eigenlijk nogal mee? Oh, dat hangt er een beetje van af. Deze keer viel het goed mee. Ja. Als ik negatieve commentaar geef op Shiba Inu, dan regent het meer commentaar. En de voorbije week, we kijken altijd naar de, zoals ik in de inleiding zeg, naar de crypto-actualiteit. Voorbije week was het een beetje mossel nog vis op de crypto-markt met nauwelijks koersbewegelijkheid, maar vandaag is daar verandering in gekomen. De cryptomarkt kleurt bloedrood opnieuw. Bitcoin vandaag min 5, Ethereum min 6, dus een beetje gelijke tred dat ze houden. Straks bekijken we ook nog enkele andere munten. Hoe komt het dat het vandaag plots is beginnen zakken? Oh, ik denk een beetje een tegenreactie op de positieve trend van het weekend. Nu, dat kan ook, moet ik zeggen, vergeet niet, het is maandag. Hè? Dus maandag moeten we altijd een beetje met een korrel zout bekijken. Misschien wil men één de markt op het verkeerde been zetten. Aan de andere kant, ik verwacht wel dat Bitcoin nog eens naar beneden gaat gaan en een double bottom gaat maken voor we terug naar boven gaan gaan. Welk van de twee het is, dat is voor mij ook even afwachten op wat de prijsactie gaat doen. Ik had deze morgen nog twee andere vragen voorbereid, maar gezien de verliezen vandaag zijn die wat minder belangrijk geworden, maar ik ga ze toch nog even stellen. Hoe heb je die week beleefd, zo die mossel nog visweek, weinig beweging, hoe beleef je dan zo'n week? Oh, dat zijn zo weken dat ik niet minder treed, laat ik het zo zeggen. Dus dat ik ook, ik heb mijn posities ook gereduceerd. Ik ben niet volledig uit Bitcoin, maar ik heb een stukje op de zijkant gezet. Hè, dat ik van plan ben om op die bodem in te kopen. Ja, maar ik ben niet volledig uit Bitcoin gestapt, want lange termijn blijf ik nog steeds bullish. Ja, ja. En dan een tweede vraag die wat minder pertinent is geworden. Is de rust nu definitief teruggekeerd? Maar ik kan zelf wel antwoorden nee, dus. Nee. Is er ooit rust met Bitcoin? Ik denk dat er alleen rust is in Bitcoin op de bodem van een bear market en daar zijn we nog lang niet. Ja, ja. Wel, misschien kunnen we de grafieken er even bij nemen. Eerst en vooral van Bitcoin en dan even naar Ethereum kijken. Dus ik moet wel vertellen dat je vorige week toch vrij sceptisch was en dat dat toch zich heeft gemanifesteerd dan vooral vandaag. Ja. We gaan eerst eens beginnen met alleen naar de prijs te kijken. Hè. We gaan bekijken de week. Even kijken, wat zien wij op de week? Want ik heb hier terug mijn prijsgemiddelde opgeroepen. Dus je hebt hier die gele, dat is de 55. Dat is momenteel het prijsgemiddelde dat we aan het verdedigen zijn. En dat zit hier ook mooi in deze supportzone. Maar je ziet hieronder, hebben we nog een supportzone en hier is ook er eentje. Als we nu even gaan inzoomen op de daily, dan zien we hebben de 200 dagelijkse opnieuw getest. Gaat het hier stoppen? Wel, ik zou mij niet verbazen dat wij terug deze zone gaan testen voor we naar boven gaan. Of dit gaan doen. Ja. Ja.
Dus als dit een laten we zeggen, een fake move is, dan zou het kunnen dat we eerst terug hier naar die 51 gaan en dan verder dalen. Ofwel schieten we ineens door naar beneden. Maar ik blijf wel bij mijn standpunt dat ik geloof dat we nog één keer lager gaan gaan, al dan niet met een week, voor we naar boven gaan. Maar... Ja, en zou je dan bijvoorbeeld op dat lage niveau daar een order durven zetten? Ja. Je kunt altijd wat ze noemen een lowball zetten. Dat is hieronder niet voor het volledige bedrag, hè, maar je kan bijvoorbeeld kiezen van een soort dollar cost averaging misschien, of gewoon je orders opsplitsen van ik koop hier een beetje, hier, hier, hier. En dan heb je tenminste zo laag mogelijk of een goede prijsgemiddelde gehaald. Hè. Ja. Want zoals je zei daar straks, je blijft wel bullish op de middellange termijn dan? Ja, zolang dat we, en laten we zeggen, zo rond de 40.000, dat zal hier ongeveer de onderkant van dat blok zijn. Momentje, ik moet dat even in het hut zetten. Waar is mijn tekentool? Ik zal het even zo tekenen. Zolang dat we hier niet doorgaan, blijf ik bullish voor de lange termijn. Dus misschien ook een stop-loss plaatsen onder die 40 dan? Of toch al naar gelange strategie, hè? Ja, maar ja. Inderdaad, de mensen die lange termijn houders zijn. Maar ja, je moet oppassen met stop-lossen of toch met van die statische, dus die dat je op voorhand instelt. Want die wieken kunnen echt lelijk doen. En zeker bij Bitcoin heeft daar het handje naar om. Je ziet ook hier was een supportzone. En zie hoe diep dat die wiek gaat. Hè? Ja, dat is typisch. Dus wees daar voorzichtig mee. In de RSI, je weet, mijn stokpaardje, ben ik naar deze oranje trendlijn aan het kijken. Die gaat al terug tot... Heel ver terug. We zitten al voor... wat is dat hier? Maart. Excuseer. Als die ook nog eens gebroken wordt, dan ben ik minder positief. Ja, maar ook weer... hebben al gezien dat dat wel durft dat doen. Ja, mensen op het verkeerde been zetten, met andere mensen woorden. Mensen op het verkeerde been zijn, het is een spel der markten. Hè? Maar dit scenario is dus ja, wel perfect aan het uitkomen. Hè? De ABC-correctie. Ja. Oké. Okay. Goed, dus voilà. Dat was het voor Bitcoin. En de rest van de markt is momenteel Bitcoin aan het volgen, want ik had vanmorgen een analyse klaar, maar ik heb die voor de altcoins moeten opnieuw doen. Sinds de namiddag. En dus Ethereum, die de voorbije weken wel wat beter deed dan Bitcoin, ja, die gaat vandaag gewoon met Bitcoin mee. Ook min 6%. Je kende ook eigenlijk een zwakke week. Heeft nauwelijks iets kunnen klaarmaken de voorbije week. Wat zegt dat? Oh, Ethereum, ja, hier zien we weer. We hadden hier een kortstondige RSI-lijn, die is gebroken. We gaan verder naar beneden. Maar hier hebben we beneden, net zoals bij Bitcoin, hebben een lange termijn steun staan. Nu, Ethereum kan evengoed, net zoals Bitcoin, een double bottom maken rond de 3.600. Maar Ethereum staat er uiteindelijk, vind ik, niet zo slecht voor. Die heeft niet zo ver gecorrigeerd als Bitcoin. Dus de mensen die Ethereum tegen Bitcoin treden, die staan er denk ik beter voor. Ja, dat zag je eigenlijk al enkele weken. Hè? Dat is dat Ethereum er beter voor ligt. Eens kijken. Dat we hier deze lijn ons iets kan zeggen. Ja, kijk, hier heb je een mooie. Oops. We zitten hier net op, hè, bij Ethereum. Ja. Dus dit is eentje om op de lagere timeframes zeker in de gaten te houden. Dat we daar door gaan gaan of niet. Ik vrees van wel. Oké, we houden je eraan volgende week of de weken erna. Het was eigenlijk een beetje een nieuwsarme week. Er viel niet zo heel veel concreet nieuws te rapen. Er waren wel enkele studies. Bijvoorbeeld, er was een rondvraag bij wereldwijde vermogensbeheerders. En 3/4 daarvan houdt rekening met een zware correctie van de cryptomarkt in 2022. Dus... die vermogensbeheerders, die beheren miljarden aan centen. Hoe zwaar moeten we hieraan tillen eigenlijk, aan een dergelijke rondvraag? Het is wel zo dat ze elk jaar
hetzelfde vertellen. Hè? Dus dat ze elk jaar uitgaan van een correctie van de cryptomarkt. Maar na het succes van 21, hoe zwaar moeten we aan deze stelling gaan tillen? Ja, wel, er zijn verschillende stemmen. Hè. Je hebt ook die auteur van noemt dat Rich Dad Poor Dad, die ook al maanden zit te schreeuwen van er gaat een grote correctie aankomen in alle markten. Nu, het is waar, de markten zijn momenteel overgewaardeerd. En wat we kunnen zeggen bij Bitcoin is dat Bitcoin volgend jaar verwacht ik een stevige correctie, gewoon omwille van de cyclus. Ik verwacht dat we volgend jaar een top gaan zien, vraag mij niet wanneer, maar ik reken daar wel op dat die zich zeker volgend jaar gaan manifesteren. Oké, dus die wereldwijde vermogensbeheerders zouden wel eens gelijk kunnen krijgen dan? Over Bitcoin, ja. De rest dat zullen we wel zien. Maar dus, het is natuurlijk wel zo dat die groep van beheerders die vooral institutioneel geld beheert dus en vooral in aandelen, obligaties en dergelijke belegt, misschien ook een beetje in private equity, maar niet zozeer in crypto, dat die nogal negatief staan ten opzichte van crypto. En dat elk jaar eigenlijk zeggen, hè, dat het gaat terugvallen. Oh, die negatieve toon vind ik is wel wat getemperd. Nu hoor je vaak dat zelfs de professionals zeggen van bijvoorbeeld 3% van de portfolio te allokeren in crypto. Dat is ook niet overdreven, hè, 3%, dus dat kan geen kwaad. Dus, en met de komst van de ETF's zijn er natuurlijk veel financiële instellingen die hebben al een paar baat gehad. Alleen neem maar een MicroStrategy, dat heeft u nog geen windeieren gelegd. Natuurlijk, MicroStrategy is natuurlijk iets anders. Hè. Dat zijn puur, die focussen zich puur op crypto, vooral op Bitcoin. Maar ik denk wel dat de vermogensbeheerders, laten we zeggen, ofwel ermee bezig zijn, ofwel interesse beginnen te tonen. Ja. En dan over allocatie gesproken, dus volgens Grayscale, toch een belangrijke emittent van ETF's in de VS, zou 25% van alle Amerikaanse gezinnen al Bitcoin of een andere cryptomunt in bezit hebben, dus 1 op 4. Hoe interpreteer je dit cijfer? Betekent dat er al heel wat mensen in zitten, dat het moeilijk wordt om nog meer mensen aan boord te krijgen? Of wil dat zeggen dat er toch al een grote acceptatie is, of een grote adoptie is, en dat er dan nog meer mensen mogelijk... Want uiteindelijk draait alles nu wel een beetje rond Amerika. Ja, maar ik heb ze gelezen, de studie, maar met wel een kleine nuancering. Dus dat heb je gedaan bij 1000 mensen, maar hun inkomen moest al boven de $50.000 per jaar liggen. Dus ik denk dat je in Amerika al een hele grote groep uitsluit. Nu niettemin, het laatste cijfer dat ik wist van Amerika was 16%. Dus stel nu nog dat ze de lage middenklasse zou hebben uitgesloten, ligt dat wel in de lijn van... Het ligt in de lijn van de adoptie die stijgt, hè, van de diversificatie van de portfolio's. En ik denk dat ze inderdaad, Bitcoin heeft zich lange termijn al genoeg bewezen om aantrekkelijk te zijn voor gezinnen. Plus het feit dat het is vrij gemakkelijk, moet ik zeggen, het is vrij toegankelijk. Hè, het is niet moeilijk om Bitcoin te kopen. Je moet geen grote bedragen investeren. Hè. Ik denk dat voor Bitcoin het minimum €25 is, al naar gelang je exchange. En je kunt er ook direct aan. Ja, als jij wilt verkopen, kan je dat op de seconde doen. En dan duurt het de tijd van een bankoverschrijving, eer dat het terug op je rekening staat. En dat maakt het wel aantrekkelijk. Ja. En dan iets anders. Vorige woensdag was er ook overleg in het Amerikaanse congres tussen de cryptosector en politici. Wat is daaruit gekomen, Gwen? Wel, laten we zeggen dat de politiek in eerste instantie in Amerika, maar ook in Europa, die zijn meer bezorgd over de stablecoins. Stablecoins die eigenlijk toch wel de meest directe concurrent, zal ik het niet noemen, maar competitor zijn. Of link hebben met... Ja, link hebben met ons gewoon fiat geld. En waarom zijn zij zenuwachtig? Omdat ja, fiat geld dat is gebackt door overheden. Oké, we weten al lang dat dat niet meer gelinkt is aan de goudstandaard, maar zij verwachten wel iets dergelijks van de stablecoins. In die zin, als we pakken naar USD Tether, veruit de populairste stablecoin. Je mag ook niet vergeten dat die totale markt van stablecoins al
hier opgezocht, die denk ik al 150 miljard is. Dus dat is al een getal om in rekening te houden. Maar een stablecoin die moet stabiel blijven door een onderpand. Ja? Ja. Dus als bijvoorbeeld een Bitfinex zegt van kijk, wij zetten één stablecoin op de blockchain, dan zeggen zij, wij hebben daarvoor $1 in onze kassa. Of iets anders dat $1 waard is. Maar bijvoorbeeld Bitfinex, die hebben tot op de dag van vandaag nog altijd geen officiële audit toegelaten. Dus niemand weet of dat effectief zo is. Ze hebben dan wel al eens genuanceerd van ja, het zijn niet allemaal dollars, het is ook commercieel papier. Ja, oké, toon het ons dan. Maar dat hebben ze nog altijd niet gedaan. Niettemin, USDT ja, blijft de populairste en je kan er niet rondheen. Dus het is een noodzakelijk kwaad. Dus ik kan alleen maar toejuichen dat wetgevers daar gaan, moet ik zeggen, een vereiste aanstellen van kijk, jij moet een zekere audit toelaten als jij een stablecoin in de markt loslaat. Zeker bij Tether, die hebben dus heel veel geld verloren. En bijgeprint, alleen waar een paar, ik zal niet zeggen louche, maar vreemde zaken gebeurd. Ja. En aangezien dat er constant overleg is tussen de sector en de politiek aan de andere kant, zou het kunnen dat we volgend jaar een soort kant-en-klare regelgeving krijgen? Hey, dat die markt wordt gereguleerd? Dat is één onderdeel van de totale regularisatie. Hè. Stablecoins natuurlijk zijn, ik zeg het omdat ze meest gelinkt zijn aan fiat, zijn de hot topic voor het moment. Maar ze gaan denk ik nog veel meer reguleren. En het zal denk ik gefaseerd losgelaten worden, ook al naar gelang natuurlijk de tijd. Ik denk dat de pandemie ook daar laten we zeggen, een vertragende rol in speelt. Alhoewel, de pandemie wel heeft het nut van stablecoins aangetoond. En in reactie daarop, de CBDC's van de overheden heeft versneld. Dus CBDC's zijn Central Bank Digital Currencies, dat zijn geen stablecoins. Sommige mensen denken dat. Dat is eigenlijk een digitale euro, maar rechtstreeks uitgegeven door de centrale bank. Die ook kan bijdrukken, is wel een raar woord, maar die er ook dus, quantitative easing op kan ontslaan, inflatie. Wat dat bij stablecoins minder is. Sommige overheden, er is er al één, maar weer zo'n exotisch eiland, die hebben gewoon niet gekozen voor CBDC, maar voor een nationale stablecoin. Dus dat zit allemaal in één pot nat, waar dat denk ik de toekomst gaat uitwijzen wat de standaard zal worden. Maar ik denk dat ze gewoon alle twee naast elkaar gaan bestaan. En welk land was dat? Want ik geloof dat je daar op je Facebook toch iets over... Het eiland van Jap of Palau? Een van die twee, dat is in Micronesië. Een eilandengroep. Ik denk dat het Jap was. En dan, ik had ook beloofd om even andere munten te bekijken. Solana was een van de grote verliezers van de voorbije week, met een daling van een kleine 20%. Wat is er eigenlijk aan de hand met de voormalige marktlieveling? Wel, de lieveling ondergaat hetzelfde pak slaag als de rest. Het heeft misschien een beetje langer geduurd. Dit is een vorige kribbel, zo'n ABC-correctie, waarbij dus perfect kan dat dat nog hoger gaat. Of moet de ABC nog komen? Dat zal ik moeten bekijken. In ieder geval, ik heb hier ook wel wat supportzones getrokken, maar ik had verwacht hier vanmorgen dat die zou bouncen, maar sinds deze namiddag hebben we dit hier gekregen, dus... Ga eens kijken of dat we kunnen uitzoomen. We zullen daar eens een FIP op loslaten. Het is natuurlijk een ongelofelijke run dat ding heeft gehad. Eens kijken waar dat ons zou brengen. Hij is al voorbij zijn 0,382 FIP gegaan. Meestal de volgende zone is hier de 0,5. Dat is rond de $140.5. Hier heb je wel wat, ga je terug wel wat support vinden. En zo niet, dan is het misschien ook net zoals de rest. Gaan we naar de 200 dagelijkse.
We zullen wel zien waar hij daaruit komt, maar momenteel staat hij op 116. Dat zal nog wel wat stijgen, dus misschien gaat dat ook wel hieruit komen als we die lijn verder trekken. Het lijkt me ook zo te zijn dat het, als ik kijk naar de RSI, dat daar ook een bepaalde lijn is doorbroken. Inderdaad, dus die RSI-trendlijn is doorbroken. En nu gaan we moeten kijken, hè. Kijken of dat we verder in het verleden nog iets kunnen terugvinden. Nee, want Binance heeft zelfs zoveel prijshistoriek niet. Dan in dat geval trek ik hier gewoon een horizontal. Een kleurtje geven. En dan is dat voor mij mijn absolute bodem. Als we daar doorgaan, ja, dan zouden we eerder richting bearish gaan. Maar gezien de algemene tendens van de markt, ja. Ik denk, als ik hier moet put a gun to my head, dan zou ik zeggen, pak de 200 dagelijkse als ultieme support. Okay. Maar ik verwacht wel dat die nog gaat zakken. Veel hangt af wat dat Bitcoin gaat doen, hè? Maar Solana krijgt rakere klappen dan Bitcoin, Ethereum. En Terra is ook zo eentje. Vorige week, geloof ik, nog besproken. Met een sterke stijging, maar... Ook een zwakke week achter de rug, ook een kleine 20% naar beneden. Is het feestje daar ook al over? Ik zal Terra eens oproepen. Terra. Minder erg dan Solana daarnet. Maar ook Terra heeft natuurlijk een fantastische run achter de rug. Als we deze zone niet houden, 382, dus zo rond de $50, dan denk ik dat we gaan zakken hier richting onze 200 dagelijkse naar de 32,7. Ja. Maar ook daar weer laten we wachten wat Bitcoin doet. En wat dat wel is, Terra heeft hier nog een support op de RSI. Dat hadden de anderen niet meer, die waren er al door. Dus Terra is wel de sterkere munt in deze Rode Zee. En dan Ripple. We hebben het al misschien twee maanden er niet meer over gesproken. Bleef onveranderd op weekbasis, dus deed eigenlijk veel beter dan de rest van de markt. En hoe zit dat nu eigenlijk met die munt? Is er nog nieuws? En waarom die sterkte? Relatieve sterkte, moet ik zeggen. Excuseer. Ga eens kijken, hè. Dat is heel lang geleden dat we daarover gepraat hebben. Ja. Ik zie hier nog oude kribbels staan. Dus, we gaan eens uitzoomen. We gaan beginnen met de weekly. We zitten duidelijk in een downtrend op de weekly, ook in de RSI. We zijn hier al door de 50 gegaan. MACD staat op punt hier van naar beneden te kruisen. Dat is allemaal niet zo'n goed nieuws, vind ik persoonlijk. Op de daily. Ja, hier hebben we wel een beetje goed nieuws. Ja. In die zin dat we hier zijn gestegen. Ik ga die lijn even rood maken. We zijn hier gestegen. En... Deze is gestegen. En hier zijn we gedaald. Dat zou kunnen wijzen op hidden bullish. Dat is een hidden divergentie, een verborgen divergentie. Maar ik zou toch pas victorie krijgen. Als we hier die blauwe trendlijn doorbroken hebben, je ziet ook op de VPVR hier, heb je een massieve, we zitten tussen twee grote zones te botsen. Ja. Nog een stevige weerstand daar. Ja, dat is, laten we zeggen, ik neig eerder naar de negatieve kant. We zullen zien. Ook weer hier wat dat Bitcoin gaat doen. Er is mij niks opvallend binnengekomen met nieuws over de rechtszaak. Dus laten we het even afwachten. Oké. En dan om af te sluiten nog enkele vragen van luisteraars.
Kan je eens wat meer vertellen over de metaverse? Hè? Want daar wordt nu toch veel over gesproken. En welke impact zou dit op de cryptowereld kunnen hebben op middellange termijn? Ja, wel metaverse. Ik had er eerst een artikel, dus dat is mijn website. En onderaan vinden jullie hieronder mijn laatste artikels. Dan ga je direct al een idee krijgen wat een metaverse is. Dus dat zijn zo van die ja, digitale werelden. Wie ooit Ready Player One heeft gezien, die kan zich perfect indenken. Eigenlijk ja, een virtuele wereld, maar iedereen is ermee bezig. Hè. Facebook is ermee bezig met Meta. Microsoft ook. Die gingen in hun teams ook mogelijkheid maken van avatars te maken. Dus alles wat jou kan voorstellen in een digitale fantasiewereld, zal ik het zo zeggen. En dat is de metaverse. Nu, er zijn cryptocurrencies die daarop hebben ingespeeld. Hè. Je hebt bijvoorbeeld hier Decentraland. Dat is letterlijk een land op de blockchain, maar je kan daar dus ook stukken eigendom gaan kopen. Ja. Die zijn trouwens als zoete broodjes de deur uitgegaan. Ja, Mana is... Voorbije weken hebben we die munt al een paar keer bekeken. Ja, dat was fenomenaal. 200-300%. Zeker sinds die aankondiging van Facebook is alles wat dat metaverse is, is eigenlijk de lucht ingevlogen. Maar dus die Mana, daar kan je land mee kopen, maar je kan er ook interactieve apps mee gaan bedienen. Hè. Dus je kan daar goederen en diensten voor krijgen. Of dus in digitaal onroerend goed investeren. Ze zijn zelfs nu al bezig dat mensen dan hun land gaan verhuren. Ja, noem het zo gek. En dan heb je ook hier de sandbox. Dat is ook zo een virtuele wereld waar je dus met de Sand cryptocurrency in kan investeren. Sand ook zo een die enorm is gestegen. Hier kunnen dus ook activa en virtuele percelen gaan kopen. Dus ja, denk je letterlijk zo van die virtuele wereldjes in waar je in kunt gaan spelen, uitwisselen, kopen, handelen. De mogelijkheden zijn werkelijk... Die zijn zo groot als in de echte wereld, zou ik zo zeggen. Nu, ik wil het zien. Hè. Dus na DeFi, NFT's hebben we nu de metaverse, is dan de nieuwe hype. Maar laten we zeggen dat voor mij deze hype, metaverse, meer fundamenteel is. NFT's, die hebben hun nut. Maar of die op de lange termijn die hype gaan kunnen voortzetten, dat weet ik niet. Dan denk ik meer dat zoiets als dit op de lange termijn meer kans heeft. Het is in het verleden nogal gebeurd. Hè. Je had Sims. Het leeft wel, metaverse. Ja. En de technologieën, ze beginnen er meer en meer voor te komen. Zowel in de reële wereld als in de blockchain-wereld. Dus ik hou deze trend goed in de gaten. Dus wie er meer wil van leren, moet maar eens het artikeltje gaan lezen. Ja. En dan om daar straks, want dat hadden we nog niet getoond, je had gezegd dat Bitcoin het door sommigen slecht deed in de markt. Wou ik even uitweiden naar deze, de Bitcoin obituaries, voor mensen die denken het is gedaan met Bitcoin. Dit is een zeer amusante site, die bestaat al zeer lang. En ik heb daarnet heel hard moeten lachen, want ze hebben er nu ook een grafiek aan gekoppeld. Dus als je gaat naar de year-to-date, deze of al pakken, dan zie je hoe hoger Bitcoin gaat, hoe meer het dood wordt verklaard. Dus hier vind je dus alle overlijdingsberichten per jaar van partijen die Bitcoin dood hebben verklaard. Dus hoe meer hij leeft, hoe meer hij dood wordt verklaard. Om maar te zeggen, mensen, schrik niet af als iemand Bitcoin dood verklaart, want het heeft het nooit door. Altijd, laten we zeggen, vals nieuws geweest. Oké. Even uitgeweden. Ik had nog een vraag, maar ik zie dat ons half uurtje er eigenlijk zo goed als op zit. Dus dan rest er me eigenlijk niks anders dan je te bedanken, Gwen, voor de uitleg. En we houden de vinger aan de pols. En volgende week gaan we zien wat als de daling zich verder zet. En we gaan er volgende week dan zeker op terugkomen. Bedankt, Gwen, en tot volgende week. Dat is goed. Bedankt, Francis. Dag iedereen. Ja. Dag.